Jay, het is de day after. Hoe landt zo'n wedstrijd bij jou? Ja, het is natuurlijk in het begin even balen. Maar ik denk dat je niet te lang in teleurstelling moet gaan zitten. Nou, natuurlijk, na de wedstrijd ben je, zit je wat in teleurstelling. Alleen dan als je weer thuis komt, dan probeer dat rustig van je af te zetten. En probeer gewoon het gewoon een plekje te geven en gewoon door te gaan. Je weet dat Utrecht uit een lastige pot is. Maar er waren wel mogelijkheden. Hoe zag jij dat in de wedstrijd? Ja, er waren zeker mogelijkheden. Ik denk dat wij in de omschakeling gevaarlijk werden. Omdat we wouden compact gaan spelen en dan vanuit de omschakeling ze pijn doen. En dat ging tot de rode kaart ging dat goed. Toen werd het gewoon wat lastiger voor ons, omdat we hadden een man meer. En we gingen hoog druk zetten. Maar ik denk dat als we gewoon het spel speelden wat we in de eerste helft bleven spelen, dat ze dan gewoon dat het de goal wel zou komen. Ja, want wat ging er eigenlijk fout bij ons na die rode kaart? Nou ja, ik denk dat we niet echt meer de complete de overhand hadden, omdat we niet echt wisten wat we wouden doen. Wouden we hoog druk zetten of wouden we compact blijven spelen? En dan is het gewoon lastig en krijg je in de slotfase nog een goal tegen. Dat is gewoon lastig. Ja, want wat voor lering halen we hier nou uit? Ja, eigenlijk dat ondanks dat je dat hun met 10 man komen spelen, dat je gewoon het spel moet blijven spelen, gewoon rustig moet blijven en geduldig moet zijn. Waar moet er dan deze week op getraind worden? Nou, ik denk dat er niet zozeer op iets getraind moet worden. We moeten gewoon doorgaan waar we mee bezig zijn, want het gaat gewoon goed. Alleen het is gewoon jammer dat je deze pot verliest. Maar volgende wedstrijd moeten we weer staan. Ja, dat is AZ, ook niet de minste. Hoe draaien we zoiets om? Ja, het is lastig. We moeten gewoon ons best doen. We moeten gewoon kijken waar onze kansen liggen en proberen AZ pijn te doen. Dus het publiek verwacht ook iets. Dus dan zien we wel wat er na de wedstrijd, welke uitslag er staat.